Welkom bij Barretje 0486. Met gezellige klets, soms met een lach en soms met een traan. Buiten is het. En binnen zit Jolanda Linders met... En vandaag heb ik te gast Lisette Bovens Verkuijlen. Welkom Lisette. Dankjewel. Leuk om er te zijn ook. Ja? Ja, dan moeten we afwachten, hè? Oh, ja. Ja. Laten we dan maar beginnen. Ja, precies. Je weet denk ik wel hoe het werkt. Ik heb een stapeltje kaarten. Die leg ik hier neer. En dan is het jouw taak om er een kaart uit te halen. En daar gaan we dan over babbelen. Op 2. Oh. Ja, ik vind ze altijd grappig als ik ze zie, dan denk ik, oh ja. Je bent erop uitgegaan, in je eentje. Het lawaai van de stad heb je achter je gelaten. Opeens hoor je je eigen voetstappen en je eigen tempo. Wat voor een levensritme heb jij eigenlijk? Ik heb eigenlijk een heel rustig levensritme. Ik ben niet iemand die snel overstuur is of paniek. Ik ben go with the flow, lekker rustig aan. Maar heb je qua levensritme, als je het druk hebt, hoe ziet jouw dag er dan uit? Vlieg je van hot naar her? Ja, maar ik zorg wel dat mijn planning altijd lekker ruim is, zodat ik in ieder geval voor iedereen wel de tijd heb. Ik laat me niet snel over de vlas jagen. Nee, dat laat ik me niet doen. Nee. Dus ik ben daar ben ik ooit geweest en daar ging helemaal mis. Dus ik ben nu gewoon de tijd nemen voor de dingen die ik moet doen en zorgen dat het allemaal goed en netjes afgehandeld wordt. Tijd nemen voor klanten, voor vrienden, voor contacten vind ik ook heel belangrijk. Ja, want over klanten, want dat weten de mensen natuurlijk niet. Jij bent de Graafse stylist. Ja. En wat houdt het precies in? Ik ben interieurontwerper. Dat betekent dat ik bij mensen thuis op advies ga. En dat kan in alle gebieden van interieur, van vloeren, gordijnen, kleuren, indeling, verbouwingsplannen, noem maar op. Dus ik mag bij iedereen binnenkijken. En dat is erg leuk. Ja, want dan nu ook in deze tijd, hè, neem ik aan, hè, dat je ook... je komt natuurlijk dan met mensen, je gaat dan ook echt naar de mensen thuis. Ja. En dan... Wat ik begrepen heb ook, hè, dat is ook met bestaande spullen. Ja. Ga jij zorgen dat ze een geheel, met wat nieuwe natuurlijk, een geheel nieuw interieur krijgen? Ja, het wisselt heel erg. Er zijn mensen die zeggen van, ik woon inmiddels 30 jaar in mijn huis en ik heb hele mooie spullen, maar die kast staat al zo lang op diezelfde plek. Dus ik wil een keertje wat anders met de spulletjes die ik heb. Dan geef ik een advies van bijvoorbeeld 1,5 uur. En dan gaan we aan de gang om de accessoires anders in te delen. Om een andere indeling te maken. Zodat je net weer je mooie spullen op een andere manier gaat bekijken. Waardoor ze weer helemaal nieuw zijn. Maar wat ook heel veel voorkomt. Hè, mensen die bijvoorbeeld naar een nieuw huis gaan. En die zeggen van ik neem mijn meubels mee. Hoe ga ik nou in hemelsnaam in die nieuwe ruimte mijn oude meubeltjes neerzetten. Combinaties oud-nieuw. Mensen die hele mooie kast hebben. Waarvan ze zeggen van goh, die is van oma. Die wil ik er graag in. Maar ik wil eigenlijk naar een ander stijltje. Om dat weer erin te passen. Dus dat gaat echt heel breed. Help je dan ook mee? Ja. Ik zie je alleen maar schouwen. Ja, maar dat vind ik ook het leukste. Want soms dan zijn het inderdaad fasen en kussens en dingetjes. En dan zeg ik echt zo, mag ik? En dan zeggen mensen altijd ja. En dan ga ik gewoon uitleggen van, goh, als je het nou op die manier neerzet, dan oogt het heel anders. En dan hebben heel veel mensen meteen zo'n oh ja erlebnis. Zo van, oh ja, zo kan het ook. En dat is leuk. Of salontafels die ineens aan de kant moeten. En dan de man des huis die dan opstaat. En dan mij aankijkt. Zo, ja, we gaan het wel even verzetten. Ja, dat is wel maar dan is het op dat moment heb je wel een druk levensritme.
Ja, maar ja, dat is dan anderhalf uur. En dan daarna ga ik... daarna even rust. Ga ik, nee, ja. Ja, daarna ga ik eerst even met de benen omhoog. Nee. Maar daarna kan ik best bij klanten zijn... waar ik alleen een gesprekje heb om te vragen van... goh, hoe ziet jullie leven eruit? Hoe wil je de ruimte ingericht hebben? Wat is de functie van de ruimte? Hoeveel mensen wonen er? Hoeveel zitplaats heb je nodig? Noem maar op. En dan zit ik gewoon gezellig met een kopje koffie aan tafel bij klanten. En dan ga ik thuis tekenen. En dat is ook in een rust, lekker muziekje erbij. Geuren, diffusertje op de achtergrond. En als mijn winkel dan weer open mag, de klantjes die binnenkomen. Dus ja, dan het wisselt heel erg af. Ja, ja, precies. Maar het kan best zijn dat ik de volgende dag met mijn bus naar de groothandel cross en daar allemaal leuke spulletjes ga uitzoeken. En dan heb ik altijd app-contact met mijn klant. En dan zie ik iets en denk ik, goh, dat zou leuk passen bij Annie en Theo. En dan maak ik een foto of ik open de videochat. En dan zeg ik van, goh, vinden jullie hiervan? Dan hebben we het daar al over gehad. En dan zeggen ze, ja, is goed, neem maar mee. En dan zet ik het in mijn bus en dan rijd ik naar die mensen toe... en dan ga ik daar afstylen. Dat is ook echt heel leuk. Ja, maar dan heb je inderdaad dat contact. Dat is sowieso wel heel erg leuk. Ja, ja. Ja, mensen zijn zo gastvrij. En dat is leuk. Want je mag in hun huis komen. Ja. Het is heel persoonlijk. Hè? Het is heel erg privé. Ja. Ja, nee, dat klopt. Nou, goh. Ja. Volgende vraag. De moeder. Als je wilt weten wat onvoorwaardelijke liefde is, kijk dan naar een moeder. Misschien wel jouw moeder. Die onvoorwaardelijke liefde is het grootste geschenk dat ze haar kinderen kan geven. Wanneer heb jij onvoorwaardelijke liefde lief gehad? Het is niet zo heel moeilijk. Ik ben moeder van 3 prachtige jongens. En ik ben bonusmoeder van 3 kinderen. 2 jongens en een meisje. Dus we hebben een groot gezin. En daar kan ik mijn moederkloekgevoelens volledig kwijt. Ja, ja, ik ben wel een echte mama. En ik was ook al heel jong. Ik was 25 toen mijn eerste geboren werd. En als je mijn boekjes van vroeger van de kleuterschool bekijkt... van wat wil je later worden... dan stond er bovenaan een foto van een baby met mama erbij. Oh, echt? Ja, ja, dat zijn er heel veel, hè? Die, ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat nooit gehad, maar... Ja. Ja, ja, als er iets was wat ik zeker wilde, dat was kinderen. Ik heb zelf geen broers of zussen, dus ik kom uit een gezin van 3 personen. Ja, ja, dat zegt ook al heel veel, hè? Ja, ja. En dus ik heb altijd met vriendinnetjes het moeten leren hoe dat je sociale contacten gaan. En ik heb een hele korte tijd in de kinderopvang gewerkt. Dus ik heb daar ook geleerd dat het juist met broertjes en zusjes... kinderen gaan oefenen hoe dat sociale contacten werken. En ik heb dat dus niet kunnen doen. En ik heb zelf 3 jongens van inmiddels 23, 21 en 18. En dat zijn echt sociale wezens. Zijn echt, staan makkelijk in het leven. En daar ben ik wel heel trots op. Dus echt de liefde lief gehad? Ja, dus en komt... nog. En nog, ja, natuurlijk. Ja, ja. Dat is ook echt moederliefde, hè? Ja. Onvoorwaardelijk. Ja, nooit. Ik zeg al, mijn oudste is nu 23, is klaar met zijn studie. Dus ik heb hem vorige maand een berichtje gestuurd van... Goh, nou ben je klaar, nou ben je af. En ik heb er ook meteen even bij gezegd dat ik vond dat hij goed gelukt was. Nou is hij af. Ja, ja, 23. Hij moet nou voor zichzelf gaan zorgen. Studie klaar, baan, vriendinnetje samenwonen, klaar. Is meestal 21, toch? Dan zijn ze af, toch? Maar volgens mij ben je tot in 23 ben je financieel verantwoordelijk of zo? Dat weet ik niet. Ja, wij zitten nog in die alimentatietoestand. Ja. Nee, grapje. Oh ja, dat wist ik niet. Nee, ik dacht, ja, 24 volgens mij. Maar goed, hij is maakt af. Ook niet uit. Hij is af. Ja, hij is ik heb gezegd dat hij nou zelf moet. Hij is goed gelukt. Ja, hij is prachtig gelukt. Ja. Volgende vraag. Respect. Ik ben je reisgenoot Respect. Als je met mij reist, mag je zijn wie je bent. Er is ruimte genoeg voor het op het pad. Ik zal je niet voor de voeten lopen. Je voelt je gewaardeerd en je respecteert de soms uitermate vreemde manier waarop anderen door deze wereld reizen. Is respect jouw vaste reisgenoot? Absoluut. Ja,
Ja, ik vind het heel belangrijk om met respect behandeld te worden. En ook, ik behandel mensen ook met respect. En je krijgt wat je toekomt, vind ik zeker in respect heel, heel belangrijk. Ik kom bij mensen thuis. Mensen laten openen hun deur, voor mijn werk dan, openen hun deur. En je komt in hun thuis en de vragen die je stelt zijn soms bijna intiem. Want je vraagt aan mensen van, goh, als jullie 's avonds tv kijken, waar doe je dat bijvoorbeeld? En lig je dan met z'n tweeën op de bank of zit je allebei in een stoel? En dat lijkt een hele normale vraag, maar dat zijn wel dingetjes. Mensen doen in ieder geval niks 's avonds de gordijnen dicht. Ja. Zodat ze lekker op hun bank kunnen hangen op de manier. Maar als ik een interieur wil maken wat past bij hun als mens, moeten ze dat soort dingen wel aan mij vertellen. Ja. En zal ik altijd met respect mee omgaan. Ook met het delen van foto's. Ik vraag altijd, ik ben heel actief op social media. Ik vraag altijd aan mensen of dat ik de foto mag delen. Of dat ze graag willen dat ik hun naam er wel of niet bij zet. Ik zal nooit iets ongevraagd plaatsen. Ik zal ook altijd zorgen dat er intieme zaken als foto's of erfstukken niet op de foto staan. Omdat ik alleen maar wil laten zien wat ik bedacht heb. En ik hoef niet het hele leven van die mensen op social media te gooien. Dat mogen mensen zelf doen als ze dat willen. En als ze dat niet willen, niet. En daar moeten we allemaal respect voor hebben. Nou, ik vind het wel een hele mooie wat je zegt. Want daar heb ik nog niet eens zo over nagedacht. Jij bent dus inderdaad interieurstyliste. Wat je ook al aangeeft, je bent heel veel op social media ben je aan de gang. En inderdaad, je plaatst heel veel foto's. En dan kom ik terug op, ja, je behandelt ze met respect. Want je vraagt eerst of het inderdaad wel mag. Want inderdaad, er zouden wel eens erfstukken of wat dan ook. Of dure dingen die, nou ja, van het een komt het ander. Hè? Dat vind ik wel, daar heb ik er nog niet over na. Ja. Nou, en slaapkamers. Ook. Je komt bij mensen op de slaapkamer. Je richt een slaapkamer in. En op het moment dat die dat het nog een plannetje is, dan is het gewoon een slaapkamer voor iedereen. Maar ik probeer altijd er een stukje persoonlijkheid in te brengen. Want juist het kastje van oma of het schilderijtje aan de muur met de babyfoto's, dat maakt het persoonlijk. Ik heb thuis een hele kast met allemaal persoonlijke dingetjes erin. En liggen horloges in van mijn opa's. En niet dat het heel veel geld waard is, maar het zijn wel persoonlijke dingen. Ja. En door die dingetjes te delen op social media, laat je inderdaad ook mensen binnenkijken die misschien niet zo'n goede bedoeling hebben. Nee, precies. Nee, maar daarom vind ik het woordje respect is echt op zijn plaats inderdaad, waar jij zegt dat je dat overlegt, mag het wel, mag het niet. Hè? Dan is het hun de keuze. Ja. Dus dan is het ook aan hun als er iets gebeurt. Hè? Want of ik laat vragen of mensen zelf foto's maken. En soms gaat dat goed. Soms denk ik, Maar ik ben geen fotograaf. Nee. Dus ik vind het wel heel belangrijk. Nee, maar het is wel mooi dat respect echt jouw vaste reisgenoot is. Ja, en hoop je dan, hè? Want dat is dan dat je ook zo behandeld wordt. Dat ja, je ook, maar dan kom je weer bij wat je geeft, krijg je terug. En dat is iets wat altijd zal blijven gebeuren. Ja. Ja. Ik hoor Prince, ja. Purple Rain. Ja. Jeetje, 86 of zo? Nee, 88 daar ergens. Daar rond die tijd. Daar heb je mooie herinneringen aan? Ja, dit is gewoon een nummer wat tijdloos is voor mij. Wat elke keer als ik die eerste tonen hoor, dan gebeurt er iets. En ik ben sowieso heel erg Prins liefhebber. Ik heb hem ook een paar keer live gezien. Oh. Ja. En dat is wel mijn ding. En dit is ook een nummer, daar mag niemand aankomen. Alle nummers, ik heb heel veel nummers die ik mooi vind. Er zijn zelfs nummers die ik mooi vind, die ik van 3, 4, 5 uitvoeringen mooi vind. Maar er is niemand die aan Purple Rain mag komen. Als iemand Purple Rain gaat coveren, zet ik de tv uit.
Maar wat is jouw gevoel bij dit liedje? Waar relateert het aan, als ik vraag mag? Hoe komt het dat dit zo'n bijzonder nummer is voor jou? Ik heb hem niet in de jaren 80 ontdekt. Ik heb hem begin jaren 90 ontdekt. Ook met name door een vriendengroep waar ik destijds in zat. En dat was in de tijd dat ik net naar concerten ging. En toen had ik een live cd en daar speelde hij Purple Rain in Hamburg. En dat duurde bijna 16 minuten. En ik weet nog, toen ik zat net op kamers en het was allemaal heel spannend. Mijn leven stond op zijn kop, want ik ben opgegroeid in Gassel. Beschermd, ja, lach maar. In Gassel. In Gassel, heel beschermd. En ik ging voor mijn studie op kamers. En als ik dan eventjes weer terug wilde naar mezelf, dan zette ik hem op en dan zette ik de koptelefoon op en dan gingen mijn ogen dicht. En dan gewoon die 16 minuten gewoon helemaal niks. Het is echt je eigen momentje. Ja. Nou, leuk. Ja. Goh. Volgende kaart. Ja. En dan zijn we er dadelijk. De verdraagzaamheid. Jodendom, christendom, islam. Zolang er mensen bestaan, gaan ze verschillende wegen. Ga jij echt verdraagzaam om met mensen in je omgeving die andere wegen gaan dan jij? Dat denk ik wel. Ja, dan kom je ook weer terug op respect natuurlijk, hè? Ja, nou ja, goed. Ik ben sowieso heel verdraagzaam, want voor mij maakt het niet uit of dat er een christelijke school of een moslimschool of wat van op de hoek zit van de straat. Om het eventjes wat kleiner en wat dichter bij huis te houden, waar ik me heel erg hard voor maak, is voor de ondernemers in Grave. En die zijn allemaal verschillend en die hebben allemaal hun eigen visie en hun eigen manier van werken. En ik probeer daarin een klein beetje verbindende factor te zijn. En met name in het interieurstukje. Dat komt omdat die natuurlijk heel dicht bij me staan. En dus ik ben een verbinder en ik wil heel graag samenwerken. En ik denk dat je dat niet kunt als je niet verdraagzaam bent. Dat klopt. Dus ik denk dat dat een bijna een eis is als je mensen met elkaar wil verbinden. Dat je in ieder geval verdraagzaamheid hebt. Want je moet die verdraagzaamheid onderling moet je ook een beetje gaan sturen. Want je hebt altijd mensen die zeggen van ja, maar ik wil eigenlijk niet samenwerken met die, want zus en zo. En om dan te laten zien dat we juist allemaal hetzelfde zijn. Ja, maar ook hetzelfde doel hebben. Want ik denk dat dat in de meeste gevallen niet gebeurt. Kijk, je hebt allemaal hetzelfde doel. Alleen inderdaad, je hebt allemaal verschillende mensen. Ja. En ieder heeft zijn eigen gedachten, maar het doel is hetzelfde. En die allemaal je eigen meningen en allemaal je eigen manier om dat doel te bereiken. En de een die staait over alles heen en de andere is heel afwachtend. En ik denk dat het juist de kunst is om degene die wel voorop wil en kan en durft te lopen, die vaak aangekeken wordt als zo'n, oh ja, ze zal het wel weer eventjes doen. Dat diegene die op de achtergrond blijft aan de hand neemt en zegt van kom, ik kan jou helpen. En aan de andere kant dat diegene die op de achtergrond blijft zegt van goh, misschien hoef je je niet zo groot te maken. Nee. En ik denk dat we daarmee heel goed op weg zijn in Grave. Nou, dat is mooi. Ja, dat denk ik echt. Nou, ben ik blij. Nou, volgende kaart. De dwaas. Plotseling weet je het. Je gaat het helemaal anders doen. Je geeft alles weg, zegt iedereen gedag en begint een nieuw leven. Hoe zou jouw nieuwe leven er ideaal gesproken uitzien? Ja, ik heb het gedaan. Ik heb gedaan wat er op die kaart staat. Ik heb mijn fulltime baan opgegeven. En ik heb 3 stickers op mijn raam geplakt in de Klinkerstraat. En ik heb gezegd, jongens, ik ga het zelf doen. En dat was spannend. Dat was in september, vlak voordat de straat open gingen en voordat de coronacrisis roet in het eten gooide. Maar ik droomde al heel lang van een eigen zaak. Ik was ervan overtuigd dat ik heel veel ideeën had. Het zijn misschien niet altijd de beste, maar het zijn wel mijn ideeën.
En ik wilde heel graag kijken of dat ik met mijn ideeën en mijn visie een zaak op kon bouwen. En ondanks alle strubbelingen waar elke ondernemer nu mee te maken heeft, mag ik niet klagen. Want ik besta en mijn winkel hoeft niet dicht. En mensen weten me langzaamaan te vinden. Natuurlijk wil ik graag mijn verhaal kwijt. En natuurlijk vind ik het fijn als die deur straks weer open mag. En ik lekker tegen iedereen kan vertellen wat ik doe. Dat is zo. Zo kom ik aan mijn klanten. Maar ik heb een leuk netwerk opgebouwd hier in Graven. Door verbindend te zijn, maar door mijn deur ook altijd open te laten staan. Figuurlijk nu. Heb ik gezegd van, ik ga vanaf nul beginnen. Maar zou je het, zeg maar, je hebt dan anderhalf jaar geleden, hè? Moet ik dan even aan denken? Een half jaar, wel afgelopen september. Afgelopen september, ja. Ik dacht dat er was, is er weer een jaar terug. Oké. Nee, dan hoef ik niet te vragen, hoe zou je het nou willen doen? Ik... Je bent echt in de blabberste tijd, ben je eigenlijk... Ja. Heb je het gewoon gedaan? Ja, ook omdat ik... het was tijd. Het was tijd om dat te gaan doen. En... ik ben 49. O ja? Ik ben ook heel jong. Nee, maar ik had zoiets van, als ik het nou niet doe... en ik ga weer 4 jaar, 5 jaar wachten... dan doe ik het misschien niet meer. En ik heb het wel gedaan en ik ben daar echt heel trots op. En je hebt het gewoon echt radicaal opgegeven en je bent opnieuw begonnen. Ja, goed. Wel, ik werkte natuurlijk altijd als interieurontwerper. Ja, maar je hebt je vaste baan heb je opgegeven. Ja. Ja. Dus je hebt wel echt... Iets heel anders gedaan dan dat eigenlijk. Dus de kaart is niet hoe zou je nog willen doen. Nee, je hebt het net gedaan. Ja. En dat is toch, ondanks dat ik soms ook wel denk, zeker nu het lang duurt met die lockdown, dat ik denk van, oh jee, waar ben ik aan begonnen? Geniet ik ervan. Ja. En als ik naar klanten ga en ik zit in mijn autootje, dan denk ik, yes, leuk. Ja, ik vind het knap van je. Ja. Volgende kaart. Nou, de bovenste maar. De sterren. Je tuurt tijdens een heldere nacht naar de sterrenhemel. Hoe langer je kijkt, hoe meer sterren je ziet. Langzaam raak je ontroerd door die kleine, schitterende puntjes aan de hemel en voel je de grootsheid van de schepping. Kunnen kleine dingen in het dagelijks leven jou ontroeren? Muziek dan vooral. Dat kan mij ontroeren. Maar ik kan ook heerlijk gaan zitten, snotteren nog net niet, maar gaan zitten genieten van die stomme filmpjes van puppies en jonge olifantjes die in het water springen. Het is echt te plat voor woorden. Maar ik vind het echt heel erg leuk om naar te kijken. Het scrollen, ik ook hoor. Dan wordt er weer een hondje gered en denk ik, Ik ook. Maar ik zat bijvoorbeeld gisteren de herhaling van The Voice te kijken. En die had ik opgenomen, dus ik spoel dan een heleboel door. En dan ineens, dan is er zo'n meisje en dat raakt mij. En dan heb ik het kippenvel gewoon op mijn hele lijf. Dat ik denk van, wauw. Ja, maar dan hebben we het over muziek, hè. Maar ook kleine dingen. Ik noem maar iets, hè. Je loopt ergens en je ziet tenminste een voorbeeldje. Dat heb ik dan. Dan zie ik een ouder mannetje lopen, weet je wel. En dan kijk ik altijd of ze een trouwring om hebben. Is echt zwaar nergens. En dan denk ik, wat leuk. Weet je, daar kan ik zo bij stilstaan. Zoiets. Dat vind ik een lastige. Kleine dingetjes. De kleuren van de lucht, dat vind ik wel. Daar kan ik wel echt... ik volg Graven in Beeld. Ik ook sinds gisteren. Oh, nou, de mooiste foto's van de lucht. Niet normaal, echt, hè? Ja, echt heel leuk. Ik zou voorbij komen. Ja. En die kleuren, als het dan rood en oranje. Het komt ook weer een beetje bij mijn beroep uit natuurlijk. Ja. Maar daar kan ik wel echt van genieten. Ja. Ja, dat zijn ook kleine dingen. Het is echt natuur, hè? Ja. Dus dat is echt wel heel erg mooi. Dus, maar wat ik... jij kucht, hè? Ja. Voor de mensen die kijken of die denken... heeft ze? Nee, ze heeft geen corona. Nee, ze heeft geen AIDS. Nee. Wat heb je precies? Nou, ik heb corona gehad, wel, vorig jaar, in april.
Dus daar zit een resthoesje. En dat blijft misschien wel altijd. Dat weten ze niet. En daarnaast heb ik een refluxje. Dus daar loopt altijd een klein beetje vocht in mijn luchtpijp. Zo. En hoe noemen ze dat? Een reflux. Dus het loopt als het ware een beetje terug. Ja. En dat is een irritatie in mijn keel. Dus ik heb altijd een beetje een kuchje. Ja. Ja. Ja, maar ik denk voor de mensen, weet je wel. Nee, dus, we hebben geen corona. Nee. Maar omdat mensen denken, weet je wel. En ik denk, oh ja, misschien wil je dat toch delen, ja, inderdaad, ja, met ons. Ja, dat wel... Dat is er altijd. En dat is altijd gehad? Ik denk, als ik terugdenk, dan had ik het 15 jaar geleden al. Ja. Ja, misschien. En hoe ben je erachter gekomen? Ja, dat je... Ik ben erachter gekomen doordat mensen mij erop wezen. Van, goh, heb je iets in je keel? Of wil je wat drinken? Of dat soort dingetjes. Dus mensen wezen mij erop. Dus ja, ik weet niet beter. Het is er gewoon. Dus, ja, nee, het is ook niet... Ik merk het ook niet, hè? Het is ook niet zo. Nou, nu ben ik me er, omdat mensen op hoesjes letten. Ja, dat wou ik dus net zeggen. Iedereen. Van, maar voorheen had het ineens door. Pas als ik dan inderdaad mezelf terugzag op film of op geluidsband, dan hoorde ik dat. Ja. Nee, het was nou niet heel erg, maar ik denk, nee. ik hoorde het wel. Ik denk, oh, toch eventjes. Ja, ja, maar dat maakt niet uit. Want... Nee, nou ja, goed. Ik heb er geen last van, dat doet niet pijn. Ik heb er nooit problemen mee. Alleen mensen die bang zijn dat ik corona heb. Jawel, maar dat is het eerste wat ze nu zeggen. Weet je wat het ergste is? Nou. Dat was de laatste vraag. Oh, nou, jammer. Ja, hè? Ja, nou ja, het gaat wel zo snel voorbij. Ja. Ja, heel snel. Dan ben ik wel heel benieuwd. Maar ik ga straks stiekem kijken wat er allemaal is. Oh ja, welke je gemist hebt. Ja. Ja, dat moet je ook eventjes doen. Ja. Ik bedank jou natuurlijk voor dit gezellig gesprek. Ik heb een cadeautje voor je. Oh. Dat is een 0486 mokje. Dus, ik wens jou heel veel succes in alles wat je nog gaat doen. Dus voor mensen, de Graafse stylist Lisette... Die zit in de Klinkerstraat in Graven. Dus wil je wat weten? Kijk even op social media. Dankjewel voor het kijken en tot een volgende keer. Dag.